We hebben met Girl een ongelooflijk parcours gehad dat begonnen is in Cannes. Dus we wisten wel dat dat een festival is die ons een warm hart toedraagt. Maar je weet dan ook wel, de officiële competitie, ja, dat is dan toch nog dat stapje hoger. Dat is voor de Palme d'Or. Je ziet die lijst andere regisseurs. De Broers Dardenne, Park Chan-wook, David Cronenberg. Onwezenlijk, hè? Ja, dat is onwezenlijk. Dat terwijl je dacht dat je ooit Hollywoodfilms ging maken. Absoluut. Ik heb non-stop gefantaseerd over mijn Oscar-speech als kind. Ze hebben het idee gehad ook toen om mijn camera te geven, wat ze zich misschien achteraf beklaagd hebben, want ik ben non-stop elke keukenscène en dagdagelijks beginnen filmen en regisseren. Dus ik dacht dat ik altijd films wou maken om te entertainen. En dan ben ik op de filmschool toegekomen en dan heb ik eigenlijk ontdekt dat ik misschien nog veel meer films wil maken om over iets te spreken dat heel persoonlijk is voor mij en dat hopelijk ook universeel wordt. En ik heb wel het gevoel dat we dat met Close doen en daar ben ik zeer fier op. Is die Oscar speech nog altijd? Ik ga daar niet over liegen en ook niet stom over doen. Dat is mijn kinderdroom. Ik zou niet weten wat ik zou zeggen, maar ik zou dat toch wel zeer bijzonder vinden. Met Girl was je al close? Misschien met closer? Ik ga zien wat op mij afkomt en hoe dat mensen reageren op deze film. Het is een lichtjes ambitieuzere film, nog voor mij als regisseur. Mensen die de film al gezien hebben, zeggen dat ze er mij ongelooflijk hard in herkennen. Qua mise-en-scène, dat het een heel fysieke film is. Maar ook inderdaad als thema's. Het is wel echt op dat vlak ook een volledig andere film. Girl was heel specifiek over identiteit en ook genderbeleving natuurlijk. Die thema's die worden niet aangekaart in deze film. Deze film gaat veel meer over vriendschap, de vrienden die je verliest, de vrienden die je hart breken along the way. We spreken in cinema heel vaak over liefdesverhalen, romantische liefdesverhalen. En vriendschap is eigenlijk een thema dat denk ik nog net iets minder behandeld wordt. Zeker de vriendschap, intieme vriendschap tussen jongens. Girl, ik ben daar ongelooflijk dankbaar voor wat er daar gebeurd is. Maar dat komt ook met een bepaalde druk natuurlijk. Op een bepaald moment stopt dat, die rollercoaster en dat publiek. En dan zit aan een schrijftafel en dan zoekt hij naar Oké, en wat ga ik nu doen? En ik heb mezelf laten omringen door mensen waar ik op Girl ook mee gewerkt heb. Angelo, die opnieuw met mij geschreven heeft. Frank, die opnieuw achter de camera staat. Alain, die opnieuw gemonteerd heeft. En dat was nodig, want ik heb wel ook echt gezocht en gevroed naar wat dat dan moest zijn, die tweede film. Wat wordt de derde? Het is lekker denken om opnieuw zwanger te worden als je nog aan het bevallen bent. Dat is zo. Ik moet dat eerst met alle aandacht in de wereld zetten en dan en dan ga ik daar een keer vrij goed over nadenken. Maar wel met dezelfde mensen ook. Don't change a winning team, hè. They say, ik ben heel blij met de mensen met wie ik samenwerk. Dat zijn meer dan gewoon werkrelaties. Dat zijn ook vriendschappen die verdragen mij. Zou ik ze even zeggen. Nee, maar en die brengen ook zoveel bij. Film maken is iets waar heel veel energie van heel veel mensen samenkomt. En ik leid dat op een bepaalde manier. Maar ik vind al die mensen terug in die film. En dat is er schoon aan, denk ik. Met je broer ook? Met mijn broer. Die ik al regisseer sinds ik, dus zoals ik zei, jong ben. Iemand die ik ten volste vertrouw, die ook zelf filmschool gedaan heeft. Dus die echt vertrekt vanuit de artistieke. En die mij door en door kent. Die kan zeggen van, ik weet dat dit is wat hij wil doen. En ik weet dat als je dat wilt doen, dat je dit en dit moet doen. En dat gebeurt zonder ruzies. Maar het ding is, in zo van die intieme relaties zoals broer-zus, of denk ik dat veel meer van elkaar, je kunt ruzie maken. Dat is net de kracht, dat we dat heel open kunnen doen en dat ik mij niet geneer om tegen hem te zeggen, nu vind ik dit, of, en hij ook niet vice versa. En dat zorgt ervoor dat we veel verder en veel sneller vooruit geraken. Wat wel nieuw is, is de cast. De cast is zeker nieuw. We hebben met Kevin Janssens gewerkt, met Emily de Kijn, met Léa Drucker. De film wordt opnieuw gedragen door een jong talent van 13 jaar. Ik was net het scenario beginnen schrijven voor Close. En ik zat eigenlijk naast hem op de trein. En ik voelde gewoon, daar zit iets. Ik heb hem uitgenodigd op casting. We hebben dan nog 750 andere kinderen gezien, tussen haakjes. Maar eigenlijk heb ik altijd gevoeld van, oké, er is iets met die jongen. So fate brought us together. Ja, ik vind dat hij dat ongelooflijk doet. En ik hoop, voilà, dat hij vele harten gaat binnendringen. Ik ben al heel benieuwd. Dankjewel. Succes met hopelijk veel prijzen die zullen volgen. Die lijst namen, dat wij daartussen staan, dat is gewoon, dat is de craziness voor mij. Cinema.